Deze beschouwing, dat wordt weer een lekkere ouderwetse beschouwing. Want ik weet het antwoord niet. Ik ga me een aantal dingen lopen afvragen. En het onderwerp is de conclusie die de auteur Frederik Tupper Saucy heeft getrokken in het laatste hoofdstuk van zijn boek De Heersers van het Kwade. The Rulers of Evil. Of Rulers of Evil, zo heet het op zijn Engels. Het is ook vertaald in het Duits. Voor wie dat interessant vindt. Herrscher des Bösen. Dat boek heb ik... Ja, ik heb daar lezingen van gevolgd. En ik heb het zelf gelezen. Niet helemaal. Dat heb ik samen met Jörg Liesman ook gedaan. En dan het Engels erbij gepakt en dan ook vertaald in het Nederlands. En besproken. Momenteel wordt dit boek, dan in het Duits dan, elke zondagavond een uur lang wordt er uit voorgelezen door Jörg Liesman. En het is vertaald niet door Jörg in het Duits, door een kennis van hem. En als je een berichtje stuurt aan Jörg, dan mag je ongetwijfeld meedoen. In die zin mag je meeluisteren. En je kan overigens ook, dan kan je live meeluisteren, maar je kan het ook achteraf kan je het terug horen op via internet. Is net zo goed natuurlijk. Het is niet zo dat iedereen daar dan mee mag kletsen. Dat zou natuurlijk niet gaan. Want er zijn soms wel bijna 20 mensen die live meeluisteren. Het boek Rulers of Evil, dat beschrijft de daden van de katholieke kerk. En met name de orde van de Jezuïeten daarbinnen. Ik zal het zo dadelijk even samenvatten. En ik wil vooral toe naar die conclusie die hij trekt. Nou, even voor mijn eigen kanaal, even kort reclame. Neem er eens een kijkje. Want je kijkt nu naar de video. Maar onder deze video in de beschrijvingskadertje, in de beschrijvingsbox, description box, dan kun je een linkje vinden, dan kom je direct op mijn kanaal uit. Je kan ook klikken op het logootje van mij met mijn gitaar die ik toen had. En dan daarnaast zat Perry Winkel. Als je daar klikt, kom je ook op mijn kanaal. Heb ik een beetje opgefrist en gewoon een beetje gerangschikt, geordend. Ik ben wel tevreden. En in het oudere materiaal, daar zitten ook hele leuke dingen tussen. Er zit er eentje bij en die heet Korte Geschiedenis van Nederland. Die wordt erg gewaardeerd. En wat ik zelf ook interessant vind, dat zijn de uitzendingen die ik gemaakt heb over valse vlagoperaties. Valse vlagoperaties... dat is typisch iets van de Rooms-Katholieke Kerk en de Jezuïeten. Typisch. Nou, waar komt het nou ongeveer op neer? Waar Tupper Saucy het in zijn boek over heeft. Dus je hebt die Katholieke Kerk. En de katholieke kerk, dat is het oude Babylon, die dat christendom wat opvlamde, die heeft dat christendom overgenomen. De beste manier om met de oppositie om te gaan is om er leiding aan te geven, uitspraak van Lenin. Hebben ze het overgenomen. Dat ging heel erg lang erg goed.
Meer dan 1000 jaar ging dat fantastisch. Meer dan 1000 jaar, hè? Ongelooflijk. En toen kwam in 1517 een einde aan die zegetocht van Babylon met de Bijbel in de hand. En dat einde dat werd ingeluid door Martin Luther. En mensen wenden zich af van de kerk en niet van de Bijbel, maar wel van de kerk. En ze gingen zich hergroeperen met de Bijbel in de hand. Dus de mensen wilden wel de inhoud van de Bijbel eerbiedigen en ook samen aangeven dat ze dat samen zijn met de Bijbel. Dus kerkdiensten en alles, dat bleef wel. Maar niets meer met die katholieken. Het werd zeg maar geprivatiseerd. Het werd geïndividualiseerd. Er kwam ook een veelheid aan stromingen. Je hebt Luthers, de direct volgelingen van Maarten Luther. Maar ook de Calvinisten. En je hebt de Methodisten en de Baptisten en de Presbyterianisten. Presbyterian betekent ouderling. Gereformeerde, de hervormde. Ja, allerlei smaken. Pinkstergemeente is ook nog bijgekomen. De doopsgezinden. En dat maakt ook allemaal geen donder uit. Wat mij betreft dan, hè. Het gaat mij erom dat je de Bijbel interessant vindt of je vindt het niet, kan ook. En dan vind ik jou oppervlakkig. Er zijn aan de Bijbel heel veel opmerkelijke dingen en ook al geloof je er geen s'nachts van wat erin staat, dan nog dien je op de hoogte te zijn van de opmerkelijkheid van de inhoud. Het is het interessantste boek wat je kan kopen. Naar mijn mening. En naar de mening van een hele hoop andere mensen. Maar dat zegt niks, dat zal jij zeggen. Maar ja, het is wat ik vind. En mijn eigen mening, dat zegt mij wel wat. Dat zal je denk ik wel begrijpen. Nou, er kwam Maarten Luther in 1517 en die veroorzaakte dus die reformatie, die hergroepering, geheel tegen de zin van de katholieke overheersing van Babylon dus. En toen kwam vanuit de katholieke kerk kwam daar weer een antwoord op en het heet dan de contra-reformatie. En die werd uiteindelijk geleid door Ignatius de Loyola. En die heeft daarvoor een orde gesticht. En die heet de Orde van de Jezuïeten. Dat zijn de allergrootste criminele misdadigers die je maar kan voorstellen. Ik denk dat er geen groter tuig is geweest van deze aarde dan die club. Die zich vervolgens voordoen als weldoeners. Maar wat ze op hun geweten hebben, het is ongelooflijk. Nou, en Frederik de Persoci, die beschrijft al die wandaden van met name de Jezuïeten. In dat boek Rulers of Evil. Hij heeft 10 jaar gewerkt aan dat boek. Dus, geen geintje. Frederik de Persoci was in die 10 jaar op de vlucht voor de Amerikaanse wet. Voor de politie. Ze hebben hem uiteindelijk ook te pakken gekregen. Of hij heeft zich aangegeven. Hij had een akkefietje met de Belastingdienst.
heeft hij nog een tijdje in de gevangenis gezeten. En toen kwam hij daarvan vrij. En nou ja, toen ging het wel weer. Hij was ook een goed muzikant en componist. Hij is overleden in 2006. Meen ik mij te herinneren. Dus even kijken. F. de Persaci. Hebben we daar een wiki van? Hij is in 2007 overleden. Amerikaanse componist, muzikant, auteur, artiest en samensweringstheorist. Hij heeft ook nog zo'n boek geschreven, dat was iets met Wall Street of zo. Kijk, ik ben even aan het lezen, hoor. Maar hij heeft dus een probleem met de wet gekregen. Staat hier ook. En uiteindelijk heeft hij in de gevangenis gezeten. 14 maanden. Hij is in 1985 is hij schuldig bevonden aan het opzettelijk weigeren om van het belastingding in te leveren. Toen is hij in 1987 gevlucht. In 1987 gevlucht en hij is in 1997 weer boven water gekomen. Dit staat dan op Wikipedia en dan doen ze hem voorkomen als dat hij maar een beetje een rare man was. Helemaal bezeten van samenzweringen. Ja, dat is. Dat doe je hem geen eer mee aan. Dat boek van hem, dus The Virulence of Evil, dat is heel goed gedocumenteerd. Dat kan je allemaal controleren. Zo. Staat niet eens, dat boek staat er niet eens bij. Kijken we nou. Huh. Even kijken hoor. Dat is echt te gek voor woorden. Het begint hier met een opening. Hij is componist, muzikant, auteur, artiest en samensweringstheorist. Het laatste is dat ook een vak of zo. Nou, allemaal dingen over zijn muziek. Nou, prima. En nog een stukje specifiek over zijn muziek. Nou, hartstikke leuk. Hij heeft geschilderd, nou, dat is ook leuk. Hij heeft een toneelstuk geschreven, ja. En er staat hier dan politics. Nou kijk, maar er staat dus niet. Dat Sting Rulers of Evil. Nou, nu ja, legal, problemen met de wet, oké. Okay. En dan later hier. Oh, nou, daar staat het dan wel, ja. Terwijl die op de vlucht was, heeft
Saucy doorgezet in... Is hij aan de slag gegaan met zijn verdenkingen van hoe de Amerikaanse overheid nou precies was tot stand gekomen. En in de gevangenis heeft hij al zijn onderzoek in een definitief manuscript samengevat. En deze grote samenzwering werd gepubliceerd in 1999 door een uitgever onder de titel Rulers of Evil. Useful Knowledge About Governing Bodies. Maar hij heeft ook nog een ding geschreven, Miracle in Main Street, dacht ik. En Saucy heeft ook gezegd dat hij over 9-11, die aanslagen, dat die georganiseerd waren door Dick Cheney en de paus. En de paus noemt hij de onverkozen voorzitter van de United States, Verenigde Staten, BV. Dan zei Frederik Topper Saucy, een 9-11 verbindt hij met de paus. Daar is hij niet de enige in. Dan pak ik het er even erbij. Topper Saucy. En dan iets van Miracle. Dat irriteert me dan, hè? Ik dacht iets van Miracle. Ja. Miracle on Main Street. Is van ook van de F-Tupper Saucy. Staat niet op die wikipagina. Dat was een bestseller. Je kan het verkopen, zie ik hier. Op Amazon.com. Die kan je kopen voor $10.49. Nou, niet duur. Nou, het is behoorlijk gereed. Eentje met 5 sterren en eentje met 4 sterren. Oh, ja. Het gaat over de fraude van de bankiers. Joho. Maar goed. Topper Saucy, behalve dat hij in het boek Rulers of Evil dan uitlegt wat hij dan ontdekt heeft, wat de paus en zijn club, de Orde van de Jezuïet, allemaal heeft uitgespookt. In het laatste hoofdstuk zegt hij dat wij als mensheid, omdat wij een verzameling zijn van slechte mensen, wij kunnen alleen geregeerd worden door een regering die slechter is dan wij zelf zijn. Of minimaal net zo slecht. Maar volgens mij bedoelt hij slechter, doortrapter. Omdat wij slechte mensen zijn, kunnen wij alleen geregeerd worden door een regering die doortrapter, slechter is dan wij zelf zijn. Wij kunnen niet geregeerd worden door een regering die moreler is dan wij, want wij zouden misbruik maken van zo'n regering. Maar is dit waar? Klaar, laat jou er even over nadenken. Ja? Is dit waar? Ik zou het niet weten.
Aan de ene kant, ja, ik snap dat je. Ik snap dat je het denkt. Ik snap ook wel dat als je een hele lieve, zoetaardige regering hebt, dat je ja, een makkelijke slachtoffer wordt van een ongelooflijk. Ja, ongelooflijk malafide bevolking. Ik weet nog wel van iemand, het is eigenlijk best een aardige man, daar verder helemaal niet van hoor, maar. Die zei een keer van ja, als je een offerte maakt en het betreft de overheid, dan moet je daar gelijk factor 2 bovenop doen. De overheid moet je het dubbele rekenen. Vond die man zo logisch. Ja. Kijk, daar ga je dan. Dat vind ik allemaal wel voor te zeggen. Maar ja, dan moet je dus eigenlijk een overheid hebben die heel slecht is. Die het slechte volk met de harde hand aanpakt. Maar dan kijk ik naar de regering die wij nu hebben. Ja, de regering die wij nu hebben, die is slecht. In die zin dat ze liegen over CO2-problemen, die er helemaal niet zijn. CO2 is dan een probleem. Nou, ik vind zelf van niet. Ik zou niet weten waarom. Heb jij last van CO2? Nou, dacht het niet, hè? En er is in de atmosfeer een concentratie van 0,03% CO2. We hebben 80% stikstof. En we hebben 0,03% CO2. Nou, that's it. En die hoeveelheid CO2 is de laatste jaren gestegen. Nou, dat is waar. En maakt dat wat uit? Nee, wat mij betreft niet. Ja, maar de zeespiegel dan? Nou, de zeespiegel die stijgt al sinds. Nou, we weten het niet precies, maar het vermoeden is dat die al stijgt. Dat die begonnen is met stijgen in de 18e eeuw. Toen er nog helemaal geen CO2-toename van fossiele brandstoffenverbranding was. Toen was het al begonnen. Dat zijn de verwachtingen, dat is er wat aangenomen. Dat is aannemelijk, dat weten we niet zeker. We weten zeker dat die zeespiegelstijging in 1890 al bezig was. Met hetzelfde tempo als waarmee de zeespiegel nu stijgt. Er is geen versnelling sinds 1890. Dus sinds 128 jaar weten wij zeker dat de zeespiegel met 1,9 mm per jaar stijgt. En ja, waarschijnlijk al langer. Want zoiets begint niet van de een op de andere dag. Nou, en in die periode dat het dus begon, was er helemaal geen CO2 in de atmosfeer meer dan nu. Dat is heel weinig. Was het 0,03%. Het is nu 0,04%. Nee. En die zeespiegelstijging van die 1,9 mm per jaar, daar hebben wij geen last van. Wij houden rekening, of wij hebben rekening gehouden met het ontwerp van de deltawerken en de afsluitdijk en de dijken bij Lelystad en zo. Met enorme hoogteverschillen. Voor het geval je een springvloed krijgt en weer zo'n noordwesterstorm.
Ja, die dijken van ons die zijn hoger en zwaarder dan dat we feitelijk nodig hebben. En die 1,9 millimeter die het komend jaar weer gaat stijgen, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Maar dan, meestal is dat dan onzin. Ja, zeg maar een druppel op een gloeiende plaat. Dat is een beetje verkeerde vergelijking. Maar het doet er dus niet toe. En over 100 jaar is dat dan een stijging van 19 centimeter. Dat lijkt dan heel veel, maar dat is dan over 100 jaar pas, punt 1. En 19 centimeter, ja. Kijk, het verschil tussen eb en vloed is al, ik weet niet hoeveel centimeter. En heb je een springvloed en heb je een springvloed met een noordwestere storm, dan staat het water zomaar een meter hoger. Dus die 20 centimeter, wauw. Maar de Nederlandse regering zit er enorme paniek over te trappen. En de enige reden die ik daarvoor kan aanvoeren is dat ze dit gebruiken om een nieuwe belastingding, trouwens dat hebben ze al gedaan, in te voeren. En dan kunnen ze weer geld gaan beuren. Krijgen ze nog meer geld. Ja, dat betekent dat ze aan het frauderen zijn. Dat de regering bezig is om de maximale hoeveelheid belastingcenten uit onze zakken te troggelen. En daar gaan ze dan leuke dingen doen met, daarvan gaan ze leuke dingen doen met blondines en brunettes tijdens zakenreisjes. CO2-neutrale zakenreisjes natuurlijk. Die brunettes, die zijn CO2-neutraal. Dat vliegtuig waarin ze vliegen natuurlijk niet, hè, maar je kan niet alles hebben. Die brunettes zijn al CO2-neutraal en die blondines ook. En dat vliegtuig dan maar een keertje niet hoor. Dat kan ik dan verzinnen. Maar dat is niet wat Tupper Soorsie bedoelt volgens mij. Volgens mij bedoelde Tupper Soorsie iets intrinsieks, dat het echt zo hoort. En dat vraag ik mij af, of dat echt zo hoort. Nee, weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat wij op een dag, en dat zal wel gepaard gaan met geweld, denk ik. Maar dat er gewelddadigheden gaan plaatsvinden. En dat er politici schade oplopen. En dat mensen denken, goed zo. Boontje komt om zijn loontje. Iemand als Jesse Klaver bijvoorbeeld, die speelt gevaarlijk spel. Als deze man zo doorgaat, Jesse Klaver is medeverantwoordelijk voor het kapotmaken van de agrarische industrie hier in Nederland. Nou, dat mag je zo'n man toch kwalijk nemen. Je hoeft als Nederland niet toe te staan dat zo'n snotneus, en dan ook nog een keer van buitenlandse afkomst. Zijn vader was Marokkaan. En die gaat dan Nederland een beetje kapot maken. Om duidelijk te maken dat hij helemaal niet geeft om Nederland en Nederlanders. Nou, ik vind het schande. En ons een beetje met het opgeheven vingertje. Dit wel en dat niet. En Jesse gaat het eventjes beweren. Nou, het is te grof voor woorden wat die man doet. Hij maakt zich heel impopulair.
kan me voorstellen dat er uiteindelijk een lijst komt van overheidsmedewerkers waarvan wij zeggen, die zijn te ver over de scheef gegaan. Zeker als wij onder elkaar nou overeenkomen dat CO2 en NO2 en NO, want dat heb je ook nog, stikstofmonoxide, nitrieten en nitraten, dat nitrieten, nitraten, koolstofdioxide of carbonaten, dat die het probleem niet zijn en nooit waren. En dat politici die daar van de leugen, en die leugen behelst dan dat CO2 en NO2 en zo, dat het allemaal heel gevaarlijk is. Hè? Dat is een leugen. Het is helemaal niet gevaarlijk. En dat de mensen die van die leugen gebruik hebben gemaakt om zichzelf te verrijken, ten koste van de economische toestand hier in Nederland, dat wij een lijst opstellen met al die namen. En dat we ook een lijst opstellen met al de politici die heel makkelijk hebben gedaan over de gevallen van seksueel kindermisbruik. Die bekend waren en die dat hebben toegedekt met de mantel der, nou niet de mantel der liefde natuurlijk, maar met de mantel der, met de mantel der afwezigheid. Of de mantel der, het interesseert me allemaal helemaal niks. Met de mantel der, is er nog koffie? Hoe noem je dat? Als iemand opzettelijk iets anders verzint om het niet te hebben over dat waar hij het over zou moeten hebben gezien zijn functie. Is daar eigenlijk een woord voor? Misschien dat we daar een woord voor moeten gaan verzinnen. Misschien dat je zou zeggen, politiek vogelvrij? Ja, vogelvrij, dat is bij ons weer even zo'n positieve klank, hè? Zo vrij als een vogeltje. Je moet een woord hebben voor iemand en die heeft een misdrijf gepleegd. Maar de officiële kanalen hebben hem nog niet te pakken gehad. En we zitten te wachten op de eerste beste die hem binnenbrengt. Ja, dat is dus vogelvrij verklaard zijn, hè? Maar er zou een wat modernere term voor moeten komen. Die het voor de jeugd ook in één keer duidelijk maakt dat we het hebben over iemand waarvan heel erg zorgvuldig is vastgesteld dat het gaat om een topcrimineel. En dat hij zo snel mogelijk, dus liever gisteren dan vandaag, wordt opgebracht. En de lichamelijke conditie waaronder die persoon wordt binnengebracht, die doet er niet toe. Het liefste hebben we dat hij in leven is, maar het is geen, geen vereiste. Het is een pre. Maar dan moet je dus een rechtbank hebben. Ja, dat wordt moeilijk. Het kan wel. Dus. Kijk, de criminaliteit onder de medewerkers van de overheid, en dan met name politici zoals Jesse Klaver, maar Jan Terlouw van D66, dat is er ook een. Het zou bitter oneerlijk zijn voor Jesse Klaver als je hem wel op zou pakken en Jan Terlouw zou laten lopen. Dan zal Jesse Klaver altijd kunnen zeggen van ja, waarom ik wel en Jan Terlouw niet? Omdat ik een Marokkaanse vader heb? Gooit hij het over die boeg.
Maar zover is het nog niet. Want wij Nederlanders, wij geloven dat NO2 en CO2, dat het toch echt heel erg is. En Jan Terlouw en Jesse Klaver, dat zijn onze reddende engels. Engelen. Sorry voor mijn Gronings. Ja, als we dat nou denken, ja, dan hoef je er voorlopig niet aan te beginnen. Als je nu Jesse Klaver zou arresteren, dan krijg je heel groen links over je heen. Die zeggen, ja, Jesse Klaver, die wil ons alleen maar redden. Van het erge nitriet en nitraat. Want er gaan planten van groeien. En straks is Nederland helemaal groen geworden. En, oh nee, we waren van GroenLinks. Nou, mijn planten zijn toch niet... nee, dat is niet goed. Nee, het geelgerande bruinkevertje moet gered worden. Nee, dat zijn erge dingen. Maar goed, als wij dus niet willen begrijpen, het ons niet willen interesseren voor het feit dat CO2 en NO2, dat het helemaal geen probleemgassen zijn en dat nitraatvorming in de grond, ja, dat leidt alleen maar tot meer plantengroei en dat mag je toch niet zorgelijk maken, toch? We maken er maar uit dat de planten gaan groeien. Ooit gehoord van een grasmaaier? Een beetje groen, dus dat kan toch helemaal niet kwaad, man. En ja, die kale zandvlakten zoals de Drunense Duinen en de Hoge Veluwe, ja, die zullen veranderen. Ja. Die zouden toch veranderen. Dingen veranderen. Arnhem verandert ook. Vroeger had Arnhem had een hele leuke middenstand. Had je wel 3 viswinkels hier in het centrum, hoor. Die waren druk, jongen. Oh. Moest je helemaal die nummertjes trekken. Tegenwoordig heb je nog maar 1 viswinkel hier in het centrum. En je hoeft daar geen nummertje meer te trekken. Nee, je kan er in 1 keer naar binnen lopen, je wordt gelijk geholpen. Ja. Dat is geen vooruitgang of zo. Hè? Dus Arnhem is aan het verarmen. Ja. Nou, daar heeft de Hoge Veluwe, zeggen ze, geen last van. Want daar gaat steeds meer groen groeien. Dus dat is straks geen kale zandvlakte meer. Als het op deze manier doorgaat. En GroenLinks, die wil dat niet. GroenLinks wil per se die Hoge Veluwe tot die kale vlakte houden. Want er groeien zulke bijzondere planten. Ja. Nou, die planten kunnen punt 1 ook groeien in een hortus. Kijk, als je die planten wil redden, dan moet je wat van die zaadjes confisceren. En ja, er zijn hortussen genoeg, hoor. Dan laat je ze daar lekker groeien. Maak er nou uit. En hetzelfde geldt voor die kikkers en die salamanders. Wat er zoveel beestjes leven daar niet, hoor. Maar geldt precies hetzelfde voor. En iemand anders, ook een grote slimmerik, die heeft ook gezegd van ja, als je al die kleine versnipperde natuurgebiedjes hebt, die inliggen tussen gebieden met intensieve veehouderij en intensieve landbouw. Ja. Dat wordt een beetje moeilijk, maar als je die nou samenveegt tot 1 groot gebied, dan moet je gaan ruilverkavelen of weet ik wel wat je moet doen. En dan maak je er 1 groot kaal gebied van. Nou, dan zeg je, nou, hier mag dan geen stikstofmeuk naar binnen. En dan moet je even rekening houden met de gemiddelde windrichting. En dan, ja, dan moet je dus in, ja, dan moet je even in de gaten houden. En misschien moet je wel een damwand slaan voor het grondwater, als er een of andere agrarisch gebied in de buurt ligt, dat je zeker weet dat het grondwater van dat agrarisch gebied niet doorsijpelt in jouw stikstofarme biotoop. Misschien.
Nou, is een eenmalige investering, klaar. En een beetje stikstofdioxide en ammoniak in de atmosfeer. Ja, in Nederland waait het zo ontzettend vaak en zo ontzettend veel. Ik kan me niet voorstellen dat dat echt een probleem wordt voor de plantjes. Die in de stikstofarme biotoop willen leven. Ik wil maar zeggen, ze zitten ons te besodemieteren waar we bij staan. En waarom zouden wij dat pikken? Ja, voor mij hoeven we niet, hoor. Dus, en verdienen wij dat? Nee, we verdienen het op zekere hoogte dat wij erg dom zijn. Dat we goed gelovig zijn en ja. Maar is het noodzakelijk dat wij zo'n slechte overheid hebben? En want dat zegt de persoon hier. Dus je neemt de gemiddelde slechtheid van de burgerij en daar doe je dan 10% slechtheid bij. En dat is de slechtheid van je overheid. Maar waarom zou dat niet andersom kunnen zijn? Het lijkt mij dat het wel kan, hè? Het lijkt mij, hoor. Dus. Maar misschien, hè? Ik zou het graag willen zien. Ik zou heel graag Nederland anders willen. Ik zou het ministerie van Landbouw willen afschaffen. En het ministerie van Gezondheid afschaffen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur afschaffen. Kijk, dat je een aantal universiteiten hebt die leuk bezig zijn, dat mag van mij allemaal. En die mogen ook best betaald worden uit algemene middelen. Er mag best een fonds voor zijn. Maar al die toezicht op al die universiteiten afschaffen. Wat heb je eraan? Ons leger. Ik vind dat zielig. Ik ben echt te zielig voor woorden. Dat is geen leger wat een land als Nederland nodig heeft in de 21ste eeuw. Het enige wat wij met ons leger hebben gedaan sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit is rotzooi lopen trappen in Indonesië. Nou, we hebben ook nog iets gedaan tegen de hippies op de Dam in Amsterdam. Dat was toch de marine of de Koninklijke Marechaussee? En nou, niet te vergeten de oh ja, we hadden ook nog het leger ingezet tegen de Molukkers in de jaren 70. Ja, we hebben eerst die Molukkers besodemieterd. We hadden die Molukkers helemaal nooit moeten aanvallen met, wat hebben we toen gebruikt? Geen F-16, hè? Dat was een Starfighter, denk ik. Was het F-16? Zo'n straalvliegtuig. Zo'n jachtvliegtuig. Hadden we nooit mogen doen. We hadden met die Molukse gemeenschap in onderhandeling moeten gaan. Er is niks aan de hand geweest. We hadden hun verhaal moeten aanhoren en moeten zeggen dat onze regering inderdaad dingen beloofd heeft en dat het tijd was om de belofte te gaan inlossen. En dat kost een patiënt, maar dat moet er maar wat kosten. Ja. Dat moeten we dan maar gaan bekijken. Maar ik denk wel dat het beter kan.
Maar toch denk ik dat het wel nodig is dat we allemaal een klein beetje verstandiger gaan worden. En anders dan lukt het niet. Maar nog even terug naar het leger. Hè. Dus wat hebben we nog meer gedaan? We hebben rotzooi lopen trappen in Srebrenica. Of nou, laat ik het zo zeggen, we zijn er in de rotzooi beland. We hebben daar helemaal niks fout gedaan. We hebben wel een hele slechte naam opgelopen. We hebben ook nog meegedaan met acties in Libanon. Ja, waarom? Onze jongens hebben ook nog gezeten in Irak en Afghanistan. Ja, waarom? Daar zijn we toch helemaal niet voor. Is het onze rol? Ja, je kan er heel boos over worden. Maar wij horen helemaal niet te wezen in die landen niet. En waarom hebben we daarin ingestemd? Waar was ons verstand dan? Dat is een schande over ons. En de politici die daarin hebben meegestemd. Ja. Als ja, ze verdienen een zware straf. Hey, iemand die zijn vrouw vermoordt, die verdient ook een zware straf. Maar iemand als Jesse Klaver, die de boerensector tot wanhoop drijft, en waar hardwerkende boeren mensen zelfmoord door gaan plegen, die verdient een zwaardere straf dan de man die zijn vrouw vermoordde omdat ze seks had met zijn baas. En hij kwam erachter. Wij moeten de moraal opnieuw vinden. Snap je? Het is aan ons. En als je het hebt over de moraal, dan moraal is meer dan cultuur. Moraal is meer dan een gewoonte. Moraal is meer dan een afspraak. Moraal is een kwestie van leven en dood. En hele grote denkers zoals Schopenhauer en Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer en Immanuel Kant. Nou, dat zijn mensen die weten dat die moraal moet. Die zien de noodzakelijkheid van die moraal. Vanuit de logica. Maar dat niveau van denken, dat is de meeste mensen onder ons niet gegeven. En die mensen, die moeten die moraal toch in hun hart sluiten. En de enige manier die ik daarvoor weet, los van die filosofen te gaan begrijpen, wat er echt niet in zit, voor de meeste mensen niet. Maar de enige manier die ik weet, dat is de mensen op een vriendelijke manier, op een open manier, te laten kennismaken met het woord van de Bijbel. Zodat we de reformatie krijgen. Zodat we weer een gezamenlijke grond hebben waarvanuit wij een mening opbouwen. Dat zou beter zijn.
Maar ik weet niet hoe... hoe bereid men gaat worden tussen nu en een aantal jaren. Ik weet nu dat die bereidheid ontbreekt. En dat is misschien vervelend. Het houdt in elk geval in dat er voorlopig niks gaat veranderen. En er moet wel wat gaan veranderen. In het boek Openbaring van het Nieuwe Testament, het laatste boek, daarin staat een volgorde beschreven waarin zaken zich zullen gaan ontwikkelen. Het is de profetie, de openbaring van Jezus Christus. En daarin staat dat er een grote oorlog gaat komen. Een Armageddon. Maar ik weet daar te weinig van momenteel. Het boek Openbaring is niet het makkelijkste boek om te begrijpen. Dus niks om achter te verschuilen natuurlijk, maar kijk, ik heb er nog wat moeite mee. Maar ik beloof jullie dat ik vanuit het Bijbelse perspectief de boek Openbaring zal gaan doorworstelen. En daar het mijne uit zal concluderen en dat jullie doorgeven. Ik kan mij namelijk voorstellen dat dat wat daar staat, dat daar iets heel positiefs in zit. Een soort handelsweg voor ons om te bewandelen. Maar dat er oorlogen gaan komen, dat staat voor mij vast. Ik zie niet in hoe het anders kan, namelijk. Oorlogen, hongersnood, een hele hoop misère. En het enige wat dan overblijft, dat is de kale waarheid. En de kale waarheid is dat de Bijbel het woord van God is sinds dat wij zijn begonnen met schrijven. En de kale waarheid is dat er zoiets is als de antichrist. En die is oppermachtig momenteel. Dat is de kale waarheid. En daar kan jij niks aan doen, daar kan ik niks aan doen. Dat is zoals het is. En het is voor ons op dit moment... Ja, we zitten nu in een relatief rustige periode. Een periode van vrede. Een periode die doet denken aan de eerste ruiter van de apocalyps. De periode van de vrede. En die periode van vrede, die wordt afgelost door de periode van oorlog. Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar die periode van vrede, dat wordt misschien wel 1000 jaar, weet jij veel. Het is lastig hoor, om daar... Nee, het is niet lastig. Het is onmogelijk om daar concrete voorspellingen over te doen. Ik weet wel dat die vrede die er nu is, dat is helemaal geen vrede. Dat is een lamlendigheid. We laten de politici maar liegen. We
Want ja, als je er wat van zegt, dan heb je dat weer. Ja, momenteel is ook zo'n mores onder het Nederlandse volk. Dat politici, die moeten wel liegen. Want anders kunnen ze zichzelf niet overeind houden op het politieke toneel. Dus, omdat ze wel moeten liegen, want anders worden ze eruit gedonderd. Daarom mogen ze liegen. Dus daarmee denken wij dat als je voor het behoud van je eigen hachie het nodig is dat je liegt, dan heb je daarmee toestemming om te liegen. Dat is het einde van de moraal. En wat verdienen wij dan? Ja, de dood zou ik zeggen. Zo'n volk wat accepteert dat politici liegen, en dat doen wij momenteel. Ja, dat is zo'n waardeloos volk. Naar mijn oordeel. En ik moet daarbij dan zeggen dat niet alleen mijn oordeel is, dat ik het waardeloos vind. Maar goed, dat zegt op zich niks. Ja, ze zeggen, het is altijd maar een oordeel van mensen. Ik vind dat liegen wel moet kunnen. Ja. Ja, tenminste als je politicus bent of als je zelf in een situatie zit dat je denkt van ja, ik moet wel liegen, want anders dan, voor mijn eigen overleven, snap je? Ja. Maar het gaat hem niet worden, snap je? Dus ik maak me niet echt zo'n zorgen. En zie ik alleen maar leuke dingen aan de horizon, dan zeg ik nee. Dan zie ik net als Creedence Clearwater Revival, zie ik een bad moon rising. I see a bad moon rising. Maar dat is toch niet erg? Ja, we weer wat anders. En als dan dat weer komt, dan komt er daarna weer wat anders. Dus dan maak je in die zin geen zorgen. Huh? En hou jezelf aan de moraal. Zorg dat jouw eigen straatje schoongeveegd is. Huh? Jij gaat niet liegen. Jij doet wel fatsoenlijk tegen je kinderen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En lees een stukje in je Bijbel, please. Alsjeblieft. Zo moeilijk is dat niet. Een stuk makkelijker dan de kritiek der reine vernoemd van Immanuel Kant. Of die grondlagen der moraal van Arthur Schopenhauer. Om nog maar te zwijgen over de vrolijke wetenschap van Friedrich Nietzsche. Hoewel dat laatste wel een heel erg leuk boek is. Maar daarover een andere keer weer meer, ja? En dan zeg ik nu op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus. En dag lieverds.